Het is donker. Het is laat. Het is tijd om gewoon op zoek te gaan naar een fisherman en een leuk achtergrondje te maken. Waarom ook niet? Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play The Legend of Terraria. Wauw. Terraria Expert Mode 1.3. Ik ben er weer. Zelda Play 20 Stevie, terug met een nieuwe aflevering. In de vorige aflevering zijn we in de hel ingegaan, hebben we een nieuwe protector. Die imp, die flamethrower doet, die noem ik gewoon Flareon. Dus Zelda Play, komen er nou ook Flareon memes? Of memes, tekstballetjes? Nee, die zijn gereserveerd voor Eevee. Dus die wil ik ook wel echt zeker voor Eevee houden. In deze aflevering wil ik niet beginnen gelijk met het fishermanhuisje. Maar wil ik eerst materialen gaan verzamelen voor het... Oh, dat is altijd boeiend. Strange plant. Wil ik eerst eventjes een paar materialen extra gaan halen en hopelijk al de fisherman vinden. Want we hebben nog één gratis huisje staan, dus dan hebben we de fisherman al. Maar dan kunnen we dus ook nog een leuke route vinden voor de fisherman. En ik heb al een leuk idee wat ik voor het fishermanhuisje wil gaan maken. Sowieso komt dat op de stijger... Hoi. Ik neem jou even mee. Sowieso komt dat op de stijger die wij hebben gemaakt waar je die trap hebt. Want dat is altijd heel erg handig. Omdat dat gelijk boven de water is. We zouden er eentje bij zee kunnen maken. En ja, bij zee kun je inderdaad ook heel erg leuk vissen. Maar ik wil de fisherman wil ik gewoon een beetje dicht bij basis houden. Plus, misschien kunnen we daar nog ook wel wat andere NPC's kwijt. Aangezien dat, ja, anders zou onze fisherman heel erg laag zijn, of heel erg eenzaam zijn. En ik denk dat ook onze fisherman, maakt mij wat uit welke naam dat hij geeft. Om die fisherman dan toch de nickname nu mee te geven. Omdat, ja, dat is eigenlijk een beetje onze fisherman altijd geweest. Zeker met Magikarps. Dus, dan hebben we toch een karakter die een beetje de fisherman is. En we zien onze Flareon ondertussen met vleugeltjes. Wil je niet zo zitten te katten met dat ding alsjeblieft? Ik probeer zo snel mogelijk gewoon naar onze oceaan toe te komen, ja? Dus niet zo vervelend doen. Maar ik probeer dus zo snel mogelijk eventjes naar onze oceaan toe te komen. Ik denk dat ik hier inderdaad wel heel eventjes ga grassen, maar... Ik wou nummer 1. Ik wou niet de Magic Mirror. Dit menen we niet. Om dus hier te gaan rondhangen. Tot we ook eventjes gelijk, ik weet niet, misschien tot we wat Moonglow en Moonglow seeds te pakken kunnen krijgen. Of dat wij eventueel nog wat Crash seeds kunnen krijgen. Sommigen die vroegen namelijk van, ja, kunnen we, ga je hier ook voor de Link kostuum bijvoorbeeld? En ja, ik weet niet echt of ik al voor de Link kostuum wil gaan. Dus, maar ja, Jungle Grass Seeds, waarom ook niet altijd meenemen. Die haptas zijn altijd handige dingen om mee te nemen. En de dag is bijna weer aangebroken, daar ben ik wel blij om. Want dan is het iets LP-vriendelijker, dan hebben we iets meer licht. Plus onze Flareon Summon, die zorgt er ook nog eens een keertje voor. Dat, ja... Dat we een goede verlichting krijgen. Plus nog eens een keertje dat hij best wel veel damage doet tegen de mobs die we tegenkomen. Dus ik denk dat we dadelijk in de jungle... Iets minder bang hoeven te zijn als we inderdaad de jungle ingaan. Dus daar ben ik eigenlijk best wel blij om. Maar ja, het is ook wel de tijd een beetje geworden tot wij alvast gaan beginnen met crates te verzamelen. Met, ja, met fishing quests en al die dingen. Want vergeet niet, vissen is heel erg belangrijk geworden. Plus ik wil zeker ook heel erg veel gaan experimenteren met de een en andere dingen die we nou kunnen doen. Oké, ik wel uit met de imp. Natuurlijk werkt de vlammenwerper niet onder water. Dus, Oké, nou, Falling Star. Oh, trouwens, de reden waarom dat Flareon niet zijn eigen denkballetje heeft gekregen, dat is van, ja, Eevee die zwemt met ons, vliegt en loopt de hele tijd met ons mee. En ik wil dat een beetje specifiek houden naar Eevee. Er was een vraag van misschien dat we hem laten evolueren in de toekomst, maar daar heb ik nog geen idee op dit moment voor. Plus, Eevee moet het natuurlijk zelf ook leuk vinden, dus dat is nog maar op het moment de vraag. Dus, want ja, vergeet niet, het is een extra gimmick die we dus in deze serie gooien voor entertainment. Dus, ja, daar moet ik nog heel even mee kijken hoe dat we dat aanpakken. Ondertussen pakken we heel veel Moonglow. En nou zit ik dus... wacht eventjes. Oh nee, dat is koppig. Ik dacht dat we misschien een treasure chest hadden. Maar vergeet niet, we hebben nog steeds geen Egglet. En daar maak ik me nog steeds een beetje zorgen over dat we die Egglet nog steeds niet hebben. Want als we dadelijk de jungle ingaan en we vinden de Egglet of the Winds, dan is het heel erg belangrijk dat we ook... de Egglet gaan pakken. En jij dropt normaal gesproken op Vines. Ja, wat heb je dan nou niet doet? Wacht, is het dan honing hier? Oh, apart.
Oké, nou, de dag is in ieder geval al aangebroken. Dat is al positief iets. We gaan nou de jungle snel doorheen. Oké, we zijn door de jungle al heen. Dus dan zijn we al bijna op de locatie waar dat we moeten zijn. En wat ik dus zo belangrijk vind, is dat wij dan zo snel mogelijk daar de boompjes kunnen plaatsen. En volgens mij is de seeds daar niet voorbij me. En oh, hier zat ook nog corruptie. Ja, dat was gekregen. Wacht, jij, misschien krijgen we nog wat deadweed. Dat is ook altijd handig. Of wat extra van die deadweed seeds. Altijd handig. Jong. Paas erop, hè. Flareon, wel een beetje bijblijven, hè. Want serieus, hè, hier is te doen. Ik bedoel, ik vind het leuk als je achter sommige dingen aangaat, maar ik probeer toch het meeste te ontwijken om zo snel mogelijk naar de ene kant van van de ene kant van de wereld naar de andere te gaan. En oh, dit is corruptie geworden zelfs. Corruptie kunnen we hier nou nog eventjes tegengaan. Door even steen te plaatsen die ik niet heb. Auw. Maar wat dus de bedoeling is dat we onze bel even hebben. En ik ben mijn bel vergeten. Nou ja, die heb ik volgens mij in de piggy bank gedaan. Ja, die heb ik hier. Mooi. Pakken we hier eventjes. En dan zien we natuurlijk dat onze fisherman niet aan deze kant zit. Nou, ik wil dus palmwood hebben. En krijgen we hier gewoon een palmwood van, dan wordt dat automatisch corrupted palmwood. Nee, dat wordt gelijk evenwood. Damn it. Dan hebben we dadelijk dus een corrupted sea. Daar heb ik weinig zin in. En hey, daar is onze fisherman. Hi. Oh boy, dit is niet gunstig. Ik heb meer gesproken. Goed zo. Goed, dan ga ik wel heel eventjes gelijk naar de andere kant van... dit wil dus zeggen dat we onze fisherman ondertussen hebben, want we hebben met hem gesproken. En we hebben een huisje nog volgens mij voor hem. Ik zal even kijken. Dat wil dus zeggen dat hij dan hier naartoe spant. We hebben een huisje voor hem. Waar spant hij nu dan? Dit wil zeggen dat we nog geen huisje voor hem hebben. Oké, goed zo. Dat is nou zijn huisje. Ik ren eventjes snel naar de andere kant. We zien jullie in een seconde. Wauw, eentje. Nou, dan gaan we gelijk eventjes veranderingen brengen. Door er dus hiervoor te zorgen dat er... Ik weet niet hoeveel gelijkertijd kunnen groeien. Kan ik heel eventjes al deze dingen even weghalen? Oh, seashells. Ik weet niet of we daar nog iets leuks mee kunnen, maar... volgens mij moet er wel iets meer ruimte tussen zitten, dus... dit zou moeten doen zijn, zo. Deze hakken we al gelijk eventjes om en dan kunnen we later nog wel voor terugkomen. Willen we hier nog eventueel die palmboom halen. Maar ik denk dat we voor ons gebouw wat ik wil maken, wat ik in gedachten heb... dat ik daar dan wel genoeg voor heb. Tenminste, dat hoop ik, want anders hebben we een heel groot probleem. Dat zou zo natuurlijk zonde zijn. Dus eentje hier nog... Ik denk niet dat dit gaat werken, maar we gaan het gewoon proberen. Oh, wat slecht. Ja, ik denk dat dit wel goed eruit ziet zo. Goed, nou. Terug naar de basis. Terug. Oh ja, het is nog geen nacht, dus hij zit nog steeds daar. Op het moment dat het dus nacht wordt, zal dat dan veranderen. Maar voor nu zit het er dus niet zo naar uit. Nou, wat ik van plan ben voor ons fisherman's huisje is... eerst gaan we heel eventjes ervoor zorgen dat alles weer gesorteerd is. Dus eventjes snel dit doen. Eventjes kijken welke dice dat we krijgen. Wat kunnen we nou eigenlijk met seashells maken? Daar ben ik wel heel nieuwsgierig naar. Kunnen we die als decoratie? Kunnen we daar een background van maken? Misschien allemaal leuk voor het fisherman's huisje. Laten we eens even kijken. Wat kunnen we hiermee maken om precies te zijn? Helemaal niks. Can be placed. Misschien dat we het ergens gaan plaatsen, dan weet ik veel. Welke dice krijgen we? Want we zien er heel erg duister uit en dat is wel grappig eigenlijk. Maar welke dice gaan we nog verder krijgen? Dus ik wil heel eventjes kijken welke dice dat we nog meer hebben. Reflective, silver, obsidian, ooze. Reflective gold, dat is mijn favorite, kijk. Obsidian die, dat vind ik heel erg mooi. Kijk, want die fluffy schoenen die je daar dus ziet, nou, dat hoeft dus absoluut niet. De cloud in a bottle, die mag voor mij ook er zo uitzien. En dit mag dus inderdaad mooi met goud gekleurd worden. De shield. Shield een beetje duister houden zo.
Het andere, Reflective Dye, Reflective Silver. Volgens mij zag dat er niet zo mooi uit. Even kijken met schild. Een zilver schild. Op zich wel een beetje badass. We hebben inderdaad heel veel van de Reflective. Daar hebben we er nou heel veel van. Hoe ziet Purple Ooze eruit? Nee, dank je. Reflective gewoon. Gewoon Reflective. Nee, houd maar een beetje op de duistere kant. De gouden dus ziet er inderdaad heel erg mooi uit. En ik denk dat ik deze wel gewoon verkoop, want er is heel veel gold die we ervan kunnen krijgen. Hallo, Syria. Ik kom heel eventjes wat stuff bij jou verkopen. Ik bedoel, moet kijken of we gold dat we ervan krijgen. En de Shadow, ja, ik weet dat we de Meteor, maar de Shadow die zullen we echt niet verder gebruiken. Dus die verkoop ik gelijk eventjes. En Valthorn, Hellstone, Obsidian Breaks, hartstikke leuk. Nee, ik denk dat we hiermee wel goed zitten. En wauw, zie ons shiny wezen. Ik vind het zo gaaf. Oké, wij gaan met ons bouwproject gaan we maar eens beginnen. Want anders komt het er niet van. Wat we nodig hebben voor ons bouwproject is... wacht heel eventjes hoor. Even de potions, ores en bars. Dan mogen we deze heel eventjes bij gaan gooien. Wat dus nodig is voor ons bouwspul is zo al gewoon deze. Wil ik er ook eventjes bij ons hebben. Potions, health potions. Nee, bij materialen had ik geloof ik de ropes. Ja, want ropes wil ik er zeker bij hebben. En dan wil ik dus naar ons grote plateau aan helemaal deze zijde hier. Nee, dat ging nog goed ook. En dan wil ik dus... ik wilde wel tot er een mooi plateautje in blijft zitten. Maar ik wil ook dat er dus een mooi vloertje in gaat komen. Dus wat ik wil gaan doen is eigenlijk het houten plateautje wat we nu hebben eventjes weghalen. En we kijken wel van eigens, hoe durf jij gewoon een bunny neer te halen? Stoute Flareon. Oh ja, hij protect ons wel in ieder geval van slimes. Dat is een voordeel. Behalve als ze onder water zitten. Het mag een lekker groot huisje zijn. Lekker een beetje meer ruimte. Dat vind ik heel erg leuk. Plus dan kunnen we dus, ik weet niet hoeveel NPC's er nog bij gaan gooien. Oké. Nou, en ik wil dus de grond inderdaad hebben van Dynasty Wood. Dat vind ik er heel mooi uitzien zo. Dan kunnen we er nog altijd in het midden er nog iets van maken. Dan zien we van eigenlijk wel hoe dat balkje gaat lopen. Nou, dat is een mooi huisje zo. Even hier omhoog een beetje de hoogte in. Echt heel veel decoratie van alles wat we met vissen kunnen vinden tot we dat krijgen. Er moet een dubbele deur natuurlijk inkomen. Een beetje een uitsteeksel hier wil ik erin hebben. Dit moet dan natuurlijk ook open. Misschien is het handig als we gaan bouwen om eventjes de gel aan te zetten. Dan hebben we geen last van de slimes, ook al wordt het nu kijken. Dat doet ons dan helemaal niks. En, hey, we hebben de purple slime banner, wat leuk. Maar ja, daar hoeven we dus ons geen zorgen meer te maken. Volgens mij waren dit een 4. Even kijken. Ja, dan moet ik toch even uitmeten. 1, 2, 3, 4. Het zijn er 5. Oké, het zijn er 5. Handig om te weten. Dus ik wil dan wel een beetje symmetrisch. 1, 2, 3, 4, 5. Zo. En dan vanaf hier een beetje zo een dubbel. Want ik wil niet dat het echt weer zo'n huis gaat worden. Dus dit mag wel een beetje dubbelheid hebben zo. Aan beide kanten. Dat vind ik wel mooi uitzien. Gaan we toch nog een beetje bouwen? Tuurlijk gaan we nog een beetje bouwen hier. Dat is toch hartstikke leuk. Dat maakt het juist leuk. Even kijken. En dan... beetje zo. Ik maak gewoon een willekeurig iets, zeg maar, voor de omhulzing. En dan kijken we van eigenlijk wel hoe dat we het in gaan richten. En hoeveel mensen dat erin gaan komen. Want vergeet niet, het gaat echt helemaal in een visstijl huisje komen. Tenminste, dat is wel de bedoeling. En dubbel vind ik eigenlijk wel mooi om zo'n dubbele muur zo te maken. Dus dat wil ik hier ook eventjes doen. Dubbele muur. En een beetje een paddenstoel idee krijg ik nu hiervan. Dus en dan nog één verdieping dan zo nog te maken. Lekker een beetje nog de hoogte in. Dat we hier lekker veel kwijt kunnen. Nee, een beetje. Even kijken. Zo. Even kijken. 1,
vind het wel grappig hoe dat we nou eens gewoon banners krijgen, terwijl dat we eigenlijk helemaal niks doen. Hoeveel plaatsen zijn dat er tussen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En ik vind dit wel wat mooier. Dus 7 stuks, oké. Okay. 7 stuks vanaf hierin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En dan krijg je die paal omhoog. Eentje hoger nog. 1, 2. Ja, en dan krijg je dit nog zo. Kunnen we dan eventueel nog met een dametje eventjes zo doen. Maar ik denk dat ik gewoon voor de dubbele omtrek ook ga. Want ik vind het wel heel erg mooi om zo de dubbele omtrek te hebben. En Flareon die heeft plezier. Ja, laten we het dan zo doen. Zo ziet er iets gaver uit. Ook dan dubbel te doen. Zo. Dit even dan dadelijk met hamer weer even goed te bewerken. Hier dan ook een dubbele muur erin hebben. Want dit is echt het plafond. Hoger wil ik hem echt niet maken. Het begint al ergens op te lijken, jongens. Ik vind het echt gaaf. Ik vind het echt heel mooi. Onze imp heeft plezier. Even kijken. Zo. Gaan we voor een gate of gaan we echt voor een deur? Nee, we gaan wel voor een deur. Dan wil ik er wel eentje minder hier hebben. En ik heb hem aan de buitenkant gedaan, dus we moeten hier ook aan de buitenkant. Dat is genoeg voor de deur, dus we moeten wel eentje minder pakken. Goed. Dus, want ik heb van jullie te horen gekregen dat jullie de bouwafleveringen echt heel erg leuk vinden. Dus, vandaar dat ik zeker ook meer in de bouwafleveringen wil doen. En waar is onze imp? Heb ik hem? Nee. Waar is onze imp? Imp! Jij hoort mij te protecten. Je bent verkeerd bezig. Oké, nou, en dan hier. Even kijken. Oh, wat is nou mijn... Tridenten kan ik ondertussen eigenlijk wel wegplaatsen, want die gebruik ik bijna nooit meer. Dus, fishing rotte komt dadelijk nog wel, dus die hebben we nou nog niet even op het moment nodig. Ik weet niet waar onze Im nou mee bezig is, maar volgens mij is hij iets onder water aan het proberen weg te halen. Dat schiet natuurlijk niet op als er, ja, onder water is de Im niet handig. Dat is de enigste zwakte van de Im. Of ja, ik noem hem nou Im, maar het is onze Flareon niet te vergeten. Als we hier nou eens een opening maken. En hier een opening maken, dan kunnen we daar zo'n heel mooi plateautje van maken. Tot we dus zo'n mooie ladder erin kunnen gooien. En dat vind ik wel mooi eigenlijk. Dus ik denk dat ik hier ook in het midden, dat ik hier de Birchwood wil gaan doen. Even, weet je wel, we hebben nou de omtrek. Eventjes een kleine pauze. Even gaan kijken van hoe en wat. Aangezien dat we kunnen nog heel eventjes snel kijken wat de fishing pest van vandaag is. Voordat de nieuwe dag gaat komen. Dus dat lijkt me niet verkeerd. Om dat eventjes snel te doen. Want het is nou nacht, dus hij is nu hier. Dat is onze quest. Surface Tundra. Oké. Okay. Daar hebben we de tijd voor. Heb ik voer? Want ik heb al wel wat van vis. Mumee's kist, die willen we natuurlijk ook wel in Mumee's kistje zelf gaan gooien. Even kijken. Mumee. Ja, we hebben voer. We hebben visvoer. Oké. Okay. Dan gaan we gelijk even kijken. Hebben wij een goede Tundra surface waar we kunnen vissen? Niet echt. Nou ja, hier kunnen we eventueel vissen. We gaan gewoon daar vissen en hopen tot we daar de quest item kunnen pakken. Dan hebben we de eerste quest al te binnen. Dus we gaan nog verder met het bouwen. Maar heel eventjes naar de Tundra plek om heel eventjes te vissen. Nou oké, als ik me niet vergis is dit diep genoeg om eventjes rustig te kunnen vissen. Dus laten we hier nou maar gewoon gaan vissen. Vissen is heel erg simpel. Je hebt bait nodig, je hebt de vishengel nodig. En een goede pond met water. En dan hopen we dat we hier dus het een en ander kunnen vinden. Nou, een summon is hier dus zeker bij aan te raden. Aangezien dat als we een summon gebruiken, dat we ons geen zorgen hoeven te maken over de vijanden. Want ja, die worden toch wel gekild door onze imp. Tenzij dat het heel erg druk wordt zoals nu. Dan moeten we eventjes in gaan grijpen. En ja, je zou een huisje eromheen kunnen gaan bouwen, maar daar ben ik gewoon te lui voor. Dus mag ik al eventjes, want we hebben maar tot 4... Of ja, tot 4:30 hebben we maar de tijd om deze fishing quest af te maken. Oeh, een iron crate. Nice. Ja, Tundra trouwt. We hebben hem. Oeh, ik was even bang dat we hem niet op tijd zouden gaan krijgen. Maar als we dat dus inleveren... Oeh, we hebben al gelijk de fish outfit. Oh, ik ga de fisherman's outfit gelijk aantrekken. Dat vind ik gewoon alleen maar leuk om te... Oh, we kunnen een lopende Magikarp zijn. Hartstikke leuk. Wij zijn een gouden Magikarp. Wij zijn shiny Magikarp, jongens. Oh, gewoon een shiny Magikarp. Ik vind het nou wel leuk. In ieder geval, het heeft ons heel erg veel bait gekost.
Dus het nadeel is wel, we moeten nu dus wel eventjes gaan kijken of we nog wat beter pakken gaan krijgen. En ja, we willen het huisje natuurlijk wel verder af kan maken. Dus we kijken heel eventjes wat de volgende fishing quest is. En ik ga heel eventjes wat beet halen. Maar eerst eventjes naar onze Mumee-kist. Die we nog moeten gaan verhuizen dadelijk ook nog eens een keer. En daar wil ik dus alvast de wooden crates in gooien. En de vissen die we hebben gevangen. Altijd handig. En ja, de raincoat, hij was heel erg leuk. Maar nu hebben we er dus heel erg weinig aan. En het schild, dat blokkeert ons visgezicht. Dus ik wil... Nee, ik wil dat schild even niet zien. Ik wil dat schild gewoon niet... Moet ik hem dan per se... Dan moet ik hem per se... Oké, nou, weet je wat? Prima. Waar is de accessoires? Dan doen we dat schild nu even weg. Klaar. Hoppakee. Zo. Goed, ik doe heel eventjes kijken wat de volgende quest is. En trouwens, dan neem ik jullie even mee naartoe. Het is helemaal mooi. Wat is de volgende quest? Misschien kunnen we hem al vangen met die bait die we nu hebben nog. Caught in the ocean. Nou, dat komt goed uit, want dan kunnen we helemaal naar de ocean toe. En kan ik ondertussen eventjes wat voer vangen. Dus ik zie jullie... Voer vangen. Ik zie jullie bij de ocean. Handig trouwens op zoek ben naar wormen. Die zitten heel erg vaak in die kleine stompjes zoals dat we hier net zien. Zitten ze verborgen. Dus die wil je zeker zoveel mogelijk openmaken om te kijken of er wormen in zitten. Voor de rest is het ook heel erg handig om dus zoveel mogelijk gras open te mappen. Omdat daar heb je de kans dat daar een sprinkhaan uitkomt en die kun je ook als bait gebruiken. Dus zeker handig. Ah, sommige bommetjes die zijn al goed gegroeid. Nee, ik denk niet dat deze gaat groeien. Maar goed, dat maakt niet uit. We hebben onze bel nog, dus ik kan hier heel eventjes alvast dit even oppakken. Hopelijk dat deze ook snel gaan groeien. Maar we hebben in ieder geval alvast weer wat palmbomen te pakken. En daar ben ik eigenlijk heel erg blij om. Ik heb ook heel veel wormen weer te pakken gekregen. Dus nou maar hopen dat ik zo snel mogelijk Nemo kan gaan vinden. Want ja, deze vis die we moeten vangen, die lijkt nogal veel op Nemo. Dus laten we het maar hopen. Eerste vis die we moeten vangen. Wauw. Ik ga heel eventjes nog doorvissen om te kijken of we hier nog iets spectaculairs kunnen vangen. En zo niet, dan gaan we gelijk terug. Een shrimp. Wat leuk. Oké, nou, we hebben nog wel iets te pakken gekregen. Maar ik zal het eigenlijk laten zien. Wat krijgen we voor onze quest? Masturbatory gold en fishing potions. Masturbate is altijd handig. Die willen we zeker alvast een beetje gaan sparen. En er is één ding wat ik jullie helemaal vergeten ben om te vertellen. Wat heel erg handig is om te doen als je dus wormen hebt die ik wil gebruiken voor het vissen. Als je op maximale mana zit, dan wil je die wormen eigenlijk gaan combineren met je sterren. We hebben 60 sterren op het moment. We hebben geen mana crystals meer nodig. Maar dan kunnen wij namelijk enchanted nightcrawlers maken. En die geven 35 baitpower in plaats van de 25 die ze geven. Dus zeker handig om dat te doen. Omdat meer baitpower equals betere dingen. En we hebben al 5 fishing potions. Dat is alleen maar mooi. Want dat increase onze skill. Oké, eventjes snel de inventory kleren. En dan gaan we nog verder met het huis. Oké, terug naar ons huisje. Ik heb eventjes voor de palmwood heb ik alvast wat deuren gemaakt. Dat we dus echt de palmwood doors hebben. Die zijn heel erg mooi, vind ik zelf. En ligt er nou maar... Nee, het ligt wel heel erg synchroon. Misschien is het toch mooier om... Want we hebben de Dynasty Wood hebben toch bij ons. Plus, hebben we de Slime Dingers geëquipt? We hebben de Slime Dingers geëquipt. Mooi. Slimes vallen ons niet lastig. Misschien is het dan toch mooier om eventjes deze dan toch nog eentje extra zo te geven. Dat we een beetje zo... Ik mag dan wel een vierkantje hebben, maar ik... Ja, hij miste er eentje. Dus ik wil daar toch even dit bij hebben. Hoi Bunny, hoe gaat het mee? Ja, dit vind ik mooier. Dit vind ik veel mooier zo. Kijk je wel uit voor die Bunny Flareon. Dat is wel vriendelijker om een beetje uit te kijken voor. En weer een slime banner, wat leuk. Kijk, wat ik dus van plan ben, is ik wil hier een trapje zo maken. En oh, dat is mooi als dat zo met mos bedekt is. Dat ziet er gaaf uit, jongens. Wauw. Oké, dan komt dat zo mooi hier naar boven toe. En dan moet hier... Even kijken hoor, tot hoever kunnen wij dat laten komen dan? Want als ik hem nou... Zo lukt dat net. Oké, dan is het goed. Dat ziet er gaaf uit, jongens. Dit ziet er echt gaaf uit. Oké, nou, en dan zo. Hier ook een trapje maken. Dan hebben we alvast de trapjes. Maar dit ziet er echt leuk uit, jongens. Tenminste, ik hoop dat jullie het ook heel erg mooi vinden. Ik vind het zeker er mooi uitzien. Oké, en dan nog één Dynasty Wood hier. Zo. Kijk. Het ziet er echt uit als een fishinghuis al, jongens. Wauw. Oké, laten we hieronder even alvast de achtergrond erin gooien. Decoratie, die komt natuurlijk allemaal later.
Oh, en dan haal ik toch de raampjes erbij. Oh, dit wordt gezellig en mooi, jongens. Oh, dit wordt leuk. Zo, eventjes een mooi groot raampje hier neerzetten. En ik weet niet, misschien is het toch wel leuk om er dan toch nog een steigertje of zo bij te gooien. Weet je wel, zo'n klein steigertje wat we er eventueel nog... Omdat, ja, dit ziet er nou uit alsof dat het vliegt. En dat is nogal raar, omdat we hebben nou een vliegend huis. Oké, nee, dit vind ik wel wat hebben. En dan moeten dadelijk nog wat lanterns bij komen. Oké, dit ziet er al gaaf uit. Wat ik ook eigenlijk van plan was, is om dit eventjes hier weg te halen. En om daar gewoon Dynasty neer te zetten. Hoi. Dus jullie zullen even naar beneden vallen, ja? Mooi. Jij ook. Ga iemand anders pesten. Hier gewoon eventjes normale Dynasty neer te zetten. Want ik heb namelijk nog iets gebouwd waar ik een keertje mee wil experimenteren. En dat is namelijk een fence. Oh, dat ziet er gaaf uit zo, jongens. Oh, dit is echt leuk. Het enige nadeel is die zombie is irritant. Ga heen! Ah, ik vind dat daar achter de deur, daar moet ook nog fans komen, hè? Kom op, niet zo flauw. Zo, ja. Nee, dat ziet er niet uit, want nou ziet het er net uit alsof dat die fans zelfs nog binnen deurs is. Of komt dat omdat ik dit... Nee, dat ziet er zo niet uit. Oké. Ja, ondertussen is... Hi. Wacht, gaat hij dan niet... Oh, jawel, gaat hij wel. Oké. Ik heb heel even mijn hamer nodig. Hamertje tikje... Zo, en het ziet er hier helemaal donker uit nog even binnen. Dus ik zal heel eventjes tijdelijke dingen hier neerzetten. Nogmaals, het is tijdelijk. Hamertje, dank je. Die hebben we ook nodig voor het bouwen. Ja, ik zou de fence gewoon zo houden dan. Dat is wel het mooiste. Oké, doen we dat. En dan hier natuurlijk ook hetzelfde met die mooie rand erin gooien. Zo van tot daar een fence bij zit. En... Serieus, mag ik heel eventjes bouwen? Ja, blijf maar even vast in het huis zitten. Dat maakt niet uit. Zo. En wat dus ook het belangrijkste is, dat we niet vergeten, is om dus hier dadelijk ergens in het midden ook zo'n... Hier kan er nog wel eentje. Het is wel jammer dat het daar niet... Ja, dan zie je het ook zo. Maakt niet uit. Maar het is wel jammer dat je aan de ene kant... hoe heet dat? Ja, we willen hier dus onder nog even zeker een plateautje gaan bouwen. En we moeten natuurlijk alles van palmwood gaan maken. Maar we hebben nog niet genoeg palmwood. Maar ja, we hebben een begin. Dus sowieso moeten we eerst nog even een extra palmwood maken. Maar dat kan wel wachten. Dus dan loop ik nog wel eventjes op en neer en alles. Dus ik denk dat we inderdaad wel een leuk begin hebben. Wil ik dit rondmaken? Hoe zou dat eruit zien? Even kijken, jongens. Want ja, soms zoek ik een knipje eventjes. Soms weer even niet. Ja, dat mag zo wel. Dat ziet er wel zo gaaf uit. Dat moet wel gewoon zo blijven. En ja, dit moet eigenlijk wel een beetje... Ja, hierboven zou ik wel een schuin dak maken zo. Oh. Even deurie. Dan vind ik dit er niet uitzien. Nee, dat moet ook gewoon hoekerig blijven. Te veel irritante beestjes terwijl ik aan het knutselen ben. Eevee staat daar een beetje in de weg. Sorry, jochie. Nou ja, in ieder geval is Flareon ons weer de hulp geschoten. Maar echt serieus, 's nachts bouwen, dat is irritant. Yes. Oké, nou. Ik ben heel eventjes nog met wat extra materialen bezig. Dus ik denk dat ik ook even een hard lantern wil maken. Dit is heel erg handig voor sommige items. Of om sommige dingen voor extra life regen. Eens even kijken. Ken ik even, want ik heb mijn lood bij me om extra chain te maken. Ook heel erg belangrijk. Eens even kijken, waar zit daar? Chain. Hieronder. Laten we maar gelijk er een hele lading van hebben. Dan kan ik er nog eentje maken, want dan kan ik eentje hier hangen. En dan kan ik ook eentje dadelijk bij dit fisherman's huisje hangen. Dat is altijd handig. Plus, ik zit nou te kijken, kunnen we eventjes leuke decoratie maken? Nou, dat ik dus inderdaad lood en alles bij me heb. Dus dan kunnen we eventjes bij de sawmill moeten we dan een beetje ook staan zo. En dan kunnen we heel even kijken, want we kunnen natuurlijk... ja, palmmoon lanterns wou ik dan maken. Doe er maar 2. Ik denk niet dat we genoeg palmwood hebben om... Oh, we kunnen zelfs een palmwood chest maken, jongens. Dat wordt Mumei's volgende kist. Die ziet er leuk uit. Die gaan we zeker maken, eentje. Dynasty lantern. Nee.
Ja, ik heb niet meer zoveel hout, hè. Nee, ik heb nog maar 6. Ik denk dat we het hierbij eventjes moeten laten met het bouwen van het huisje. Wat aan de ene kant best wel jammer is, maar aan de andere kant begrijpelijk, omdat we hebben niet zoveel van dat hout. En ik wou dat een beetje een thema geven van misschien dat ik hier inderdaad wat beams maak. En dat ik hier zo'n ladder probeer te maken om het een beetje zo te neer te zetten. En er was nog één ding en dat ben ik dus helaas vergeten. Kijk, zoals ik al zei, hè, ik wou hier eventjes zo. Die komt dan hier te hangen. Eentje komt dan, hier zo te hangen. Kom op jongens, dit is bijna dag. Ga nou eens even fietsen. Jij ook? Ga heen. Het is nou dag opgedonderd. Mijn huis uit. Of ja, Mimé's huis uit. Jij. En nog tegenstribbelen ook. En nog een keer raken. Het lef van die beesten tegenwoordig. Oké, nou dan hier in het midden. Om hier zo mooi dan het kistje neer te plaatsen. De Heart Lantern. Die hangen wij dan mooi hier in het midden neer. Voor een extra life regen. Heb ik genoeg voor een kampvuurtje? Nee. Ik heb toch ook gewoon hout, of niet? Nee, ik heb geen gewoon hout. Dat is ook niet echt handig. Ik zat er aan te denken om hier dan nog een lantern even neer te hangen. Want we moeten hier ook wat meer van die haardvuurtjes komen. Dus hier dan een hard lantern naast hangen. Onder ons huis een hard lantern. Dus dan moeten we er toch nog even eentje extra bij maken. Kunnen we nog heel eventjes kijken wat de fishing quest voor vandaag is. Dus hier nog eventjes een hard lantern erbij. En eventjes ons gewoon hout pakken. Dus voor de bouwspul eventjes gewoon het hout er weer even uithalen. En hebben we helemaal geen gewoon hout meer? Nah, joh. Waar is al de hout heen? Dit is gewoon een wood platforms, maar... palmwood even apart. Hier is ons gewoon hout. Wat doet hij hier? Serieus? Bleh. Trouwens, de materialen, ja, daar kunnen de hardcontainers, die kennen dan ook weer terug. Dus, die gaan we later gaan we die ook nog wel een paar nodig hebben. Chains die kunnen alvast terug. Neem ik alvast dat die ook alvast mooi terug gaan. En de oars en zo. Ook alweer mooi terug. Mooi. Nou, de reden waarom is dan kunnen we dus wat meer van die... ik heb daar ook echt toortjes weer nodig zo te zien. Oh boy. Oké, okay, even wat toortjes maken. We hebben gelukkig gel genoeg. Dus mooi. Nog eventjes een campfire. Want dan kunnen we genoeg een life regen maken op dit rechte stuk. Mocht er iets gebeuren. Hier komt nog eventjes een extra life crystal ergens te hangen tussen de banners. Waarom hebben we 2 van deze? Dat is nergens voor nodig. Dus eventjes hier dan die life crystal heart lantern. Die kan dan mooi daarbij hangen. Dat geeft ook weer een extra life regen. En dan wil ik eventjes deze alvast extra meer gaan plaatsen. Zodat we overal extra life regen gaan hebben. Want vergeet niet, het blijft toch expert mode. En daar willen we voorzichtig mee zijn. Zeker op het moment als we dus later de hard mode ingaan. Dus ja, die kan mooi hier nog komen. Goed, nou met dat gedaan te hebben, heel eventjes nog snel kijken wat dus de volgende quest is. Craft in corruption. Hebben wij water in de corruptie? Dat is wel genoeg. Ja, die wil ik toch nog heel eventjes vangen. Ik zie jullie nog even snel in de corruptie. Want we moeten toch een einde gaan maken aan deze aflevering. Jammer genoeg. Ik vind het zo gezellig met jullie. Oké, in de corruptie vissen is natuurlijk heel erg gevaarlijk. Dus ik hoop dat dit pontje water hier diep genoeg is. Al betwijfel ik het heel eerlijk gezegd. Maar ja, we moeten toch ergens... Ik ga wel even kijken. Hebben we nog een diepere... Hier hebben we meer wateroppervlak, denk ik. Ik denk dat die beter is. Of deze zelfs nog. Ik denk dat we inderdaad beter bij een andere wateroppervlakte kunnen gaan. Want dat is wel heel erg weinig water. Heel erg weinig water, juist. Goed Nederlands. Is dat hier beneden? Nee, iets verder nog. Ik denk dat deze iets beter is. Oké, het is ook niet echt veel water, maar... Het is in ieder geval meer dan de andere. Oké, ik krijg al gelijk garbage. Dat ziet er niet goed uit. Ja, we hebben hem. Mooi. En ja, ik had er geld op kunnen pakken, maar daar heb ik geen zin in. Fisherman. Oh, je stond toch gewoon... Wat doe jij in mijn slaapkamer? Zit je zo om te kijken hoe ik slaap? Creepy. Een high-test fishing line. Oeh, die is heel erg handig voor fishing quests. Want zo kunnen wij namelijk tot de lijn niet meer breekt als we aan het vissen zijn. Dus dat is heel erg fijn om die alvast te hebben. Ik heb ook nog een andere vis gevangen die ook heel erg handig is om te hebben tijdens expert mode. Dat is, ja, die zou ik daar wel eventjes bij pakken. Ik loop alvast eventjes naar ons vishuisje toe om daar dan even de nieuwe visappels in te gooien.
Dat is namelijk de Armored Cave Fish. De Armored Cave Fish is extreem handig voor een potion te maken die ook weer 10% minder damage geeft. Dus dan heb je nog eens een extra samen. In combinatie met de scarf is dat heel erg fijn. Dus dat geeft ook weer een extra defense buff. Hartstikke leuk. Hier wil ik dus alle bait in gaan doen en crates en alles wat we dus nodig hebben. En de vissen die wil ik toch in de main basis blijven houden. In verband met, ja, als we op het moment gaan vissen of als we ergens mee bezig zijn. Tot we dus, ja, als we potions moeten maken of iets, dat we dat dan neer kunnen doen. En ik heb trouwens nog niet gekeken. Kunnen we deze hier nou ook onderhangen? Kunnen we die ook... Ah, dat is jammer. Die kunnen we niet zo aan de muur plaatsen. Dat zou wel leuk zijn geweest. Dus kunnen we alleen maar echt zo neerzetten. Ach ja, het is een ideetje. Het is niet veel. Het is wel leuk. Misschien. Ik denk dat ik ze heel eventjes hier neer ga hangen. En er is nog één klein ding wat ik moet doen. Wat nou weer? De aflevering eindigt gewoon niet. Zo leuk is die gewoon. ik had ropes namelijk meegenomen. En die ben ik helemaal vergeten. Want die zit alweer terug ondertussen in de materialendoos. Maar ik had dus ropes meegenomen om een beetje een leuk vis-effect te geven. Om een, zo'n visnet te maken. Dus wat een beetje lijkt alsof dat je een vishemd ophangt. Dus wat ik dan wil doen is echt hier zo... Nee, niet te hoog. Niet te hoog. Doe ik daar ook wel even fixen. Zo. Nee. Niet daar. Daar hangt hij niet mooi. Dus dit eventjes zo weghalen. Ik weet niet. Ik vind dit zoiets wel hebben eigenlijk. Dit ziet er gaaf uit. Hier ben ik tevreden over. En jij moet ook eentje korter. Twee is hoog zat. Dus ja, ik denk dat ik het hier eens even bij ga laten. Heb je zelf nou een leukste momentje? Oh ja, Valve comment. Doe ik morgen. Echt, serieus. Beloofd. Morgen, of morgen. Bij de volgende aflevering. Ik zeg nog wel morgen, maar... Morgen doe ik weer... volgende aflevering. Volgende aflevering gaan we dus naar de Wall of Comments. Vergeet het dus niet een comment weer neer te hangen. Hartstikke gezellig. En dan gaan wij naar die jungle toe. Hoe spannend dat gaat worden, dat weet ik niet. Dat zien we pas in de volgende aflevering. Dus heb je een leuk momentje? Laat het weten in de reacties. Als je daar tijd voor hebt, misschien komt jouw reactie wel op de Wall of Awesome Comments. Als ik niet vergeet weer comments natuurlijk neer te zetten. En laat weten wat je trouwens van het huisje vindt. Ik hoop dat je het een leuk huisje vindt. Hij is nog niet helemaal af. Het lijkt ook een beetje op een schip, moet ik eigenlijk zeggen. Als ik er zo naartoe kijk. Maar goed. Laat een like achter als je daar natuurlijk de tijd voor hebt. En ik hoop jullie allemaal weer te zien bij de volgende aflevering. Bedankt voor het kijken. Hele fijne dag gewenst. En tot de volgende video.